We gaan vandaag praten met minister Vorswijk van GBB. We gaan het met haar onder andere hebben over de registratie die onlangs heeft plaatsgevonden. Verder zullen we ook met assembleelid Genevieve Jordan praten over de ontwikkelingen in Marowijnen. En natuurlijk gaan we ook praten over Dag van de Leerkracht. Het is gisteren geweest, maar we praten met Ryan Laroos. Hij is leerkracht SP en we zullen dan enkele onderwerpen met hem bespreken. We beginnen met minister Dinotha Vorswijk. Minister, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in MMANTEN TAKI. Dank u wel. Hoe gaat het met u? Het gaat uitstekend. Oké. Ik val direct met de deur in huis, minister. De registratie heeft plaatsgevonden of vindt nog plaats. Hoe zit het precies? Zoals u heeft aangekondigd, afgelopen vrijdag hadden wij de launch, eigenlijk de regering de launch van online registreren. Het is zo dat het eigenlijk een soort verkiezingsbelofte was van eigenlijk de meeste partijen die mee hebben gedaan met de verkiezing, dat we zullen gaan om degene die een grond nodig hebben over zullen gaan, om die mensen daadwerkelijk een stuk perceel te geven. Maar dat kan je alleen doen als je weet wie de mensen zijn die daadwerkelijk een stuk grond nodig hebben. En het is zo dat nu met de COVID-situatie is het niet raadzaam dat je mensen eigenlijk huis aan huis stuurt om te registreren. Mm-hmm. Of dat je ze oproept om te komen registreren. Dus hebben we dan een webportaal geïnstalleerd, gemaakt, waarbij de mensen dan online kunnen registreren. En aan de hand van de registraties kan er dan beleid gemaakt worden. En dan zullen er verkavelingsprojecten gemaakt worden, zodat deze mensen dan in aanmerking kunnen komen voor een stukje perceel. En tot nu toe verloopt de registratie heel erg vlot. Is het boven verwachting geweest? Ja, boven verwachting. En tot heden zijn er 40.137 registraties landelijk. Okay. Verspreid in alle 10 districten. En tot wanneer kunnen of kan men zich registreren? We hebben geen deadline aangekoppeld. Dus het, is een ongoing proces. Ja. Oké. En u heeft het ook aangegeven, men kan zich registreren en dan aan de hand daarvan, van de vraag, worden dus als het ware die verkavelingsprojecten in kaart gebracht. Dat klopt. Maar hoe worden de mensen weer opgeroepen om zich dan weer te registreren of werken jullie dan met het bestand dat jullie daar hebben? Nee, momenteel wat we nu doen, want men komt in de war met registreren en aanvraag. Wij registreren nu zodat we weten wat de behoefte is. Wanneer we bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld aanhalen. Hier heb ik gezien dat er vanuit Brokopondo 152 mensen zich hebben geregistreerd voor een stukje grond. Uit de 152 mensen gaan we ze dan, wanneer de verkavelingsprojecten geïnitieerd zijn, dan worden deze mensen dan opgeroepen om daadwerkelijk de aanvraag te komen indienen. En daarvoor heb je dan de verschillende documenten nodig. Dus zo gaat het eraan toe. Okay. Dus men moet dan niet meer in de war komen met registratie en aanvraag. Aanvraag is weer een ander proces. Oké, dus nu moet men gewoon afwachten. Je wordt opgeroepen om dan je aanvraag te doen. Om je aanvraag dan Zal te dat doen. Ook online gebeuren? We zijn bezig. Oké. We zijn bezig. Want ik vraag het, gezien de COVID-situatie. Precies. En als je mensen oproept om zich te registreren, zegt dat bijvoorbeeld van de 40.000 of ruim 40.000 Paramaribo alleen 10.000 heeft. Ja. Heb je een stormloop bij precies, het ministerie? Dat klopt. Dus we kijken ook uit, maar we moeten ook rekening houden met de wet, wat de wet daarover schrijft. Dus we kijken nog hoe we eigenlijk de aanvragen, dus wanneer de projecten al helemaal ready zijn, hoe we dan de invulling gaan geven aan de aanvragen. Oké, dan is het duidelijk. Minister, aangezien we het hebben over de grondaanvragen, bij uw aantreden heeft u aangegeven dat u eigenlijk een inhaalslag wil maken met het de beschikkingen, verdelen, uitgeven van de beschikkingen, vooral omdat er een behoorlijke achterstand is bij het ministerie. Hoe verloopt het tot nu toe? Tot nu toe gaat het redelijk goed. Maar door de hele COVID-situatie, ik was ook besmet geraakt, waardoor we dan in september eigenlijk geen enkele uitreiking hadden. We hadden gepland voor 2 districten. En wij plannen dan om 15 en 28, 29 nog 3 districten van de maand te doen. Maar ook de COVID-situatie laat het ook niet toe dat je eigenlijk alles kan doen zoals gepland. Maar om de voorbereidingen naar Para, Corona en Nikeri zijn nu op volle gang en het lukt wel aardig.
Ja, beetjes bij beetjes gaan we proberen om voor nieuwjaar alle 10 districten aan te doen. Is het niet een beetje eigenlijk een beetje te snel en te zwaar? Want u heeft zelf gezegd, u was een maandje even off vanwege COVID. U bent nu weer beter, u begint nu weer. Is het dan niet een beetje te zwaar en te veel? Ik doe dat werk niet alleen. Ik heb een heel sterk directieteam. En we werken ook met het relatiesysteem, zodat we eigenlijk niet meer allemaal in één keer uitvallen. Want dat was het geval waarbij ik, de directeur, eigenlijk heel domeinkantoor was voor 2 weken gesloten. Dus nu doen we het in het relatiesysteem. Dus het lukt wel. Het is niet te zwaar. We draaien wel overuren. En tot nu toe mag ik niet klagen. Want personeelsleden vandaar en directieteam zetten hun volle kracht om dat werk om te verrichten voor land en volk. Oké. U heeft ook aangegeven toen u aantrad als minister dat er heel veel dubbele aanvragen zijn geweest. En dat het dat eigenlijk een beetje stagnerend werkt. Want sommige mensen hebben al aangevraagd. Intussen hebben ze al grond gehad. Maar er ligt nog een aanvraag van toen. Dus ze hebben meerdere keren aangevraagd. Hoe verloopt het nu? Merkt u dat het ietsje minder is geworden? Nee, het is niet minder. Reden waarom? Omdat je eigenlijk de burger niet kan beperken om bijvoorbeeld als iemand anders een aanvraag daar heeft gedaan. Soms weet de burger het ook niet eens dat iemand anders zal aanvraag heeft gedaan. Tijdens onderzoek van onze grondinspecteur, dat pas zien ze van, hey, er zijn bijna 5 aanvragen daar op eenzelfde perceel. Dus het is nog steeds gaande. Dus maar misschien later met onze online systeem, dan komt er wel een mogelijkheid waarbij je kan zien van hé, dit is al eerder aangevraagd. Waarbij je een soort gem kan krijgen van hé, dit kan ik niet meer aanvragen. Maar al die zaken zijn we nog bezig uit te pluizen. Maar er is wel een concept in making waardoor we dit kunnen verminderen. Oké, en zijn er al gebieden in kaart gebracht? Of we springen dan weer terug naar het eerste gedeelte, ja, waar de registratie plaatsvindt. Zijn er al enkele gebieden in kaart gebracht waarvan u zegt van hey, daar kunnen we daadwerkelijk bezig zijn? Ja, er zijn al enkele gebieden. Maar ze zijn ook nog bezig verder te onderzoeken. Er zijn ook heel veel gronden die waren uitgegeven aan mensen, aan burgers die eigenlijk jarenlang niks ermee hebben gedaan. En dan nu komen ze bijvoorbeeld om te vragen naar bestemmingswijziging, terwijl je beschikking aangeeft wat je moet doen wanneer je zo'n perceel hebt gekregen. Dus we zijn bezig al deze percelen van tientallen hectare in kaart te brengen om ze in te trekken en te geven aan degenen die dat daadwerkelijk nodig hebben. Want er zijn honderden hectares die aan mensen behoren, maar nu hoge bomen hebben, bossen zijn. En die kunnen we dan heel goed gebruiken. In de tijd, heel veel jaren terug, ik kan me dat echt niet meer heugen, maar ik weet dat diverse regeringen er werk van hebben gemaakt om degene met percelen die er niets mee doen, zoals u aanhaalt, dat er een oproep werd geplaatst van maak je terrein schoon, doe iets ermee. Gaat u deze oproep weer plaatsen of zegt u van nee, we laten het hierbij en die oproep is al geweest, we gaan er nu werk van maken dat degene die het echt nodig hebben dat ook krijgen? Nee, natuurlijk moet je de burger de kans geven om te herstellen. Dus we gaan eerst aanmaning sturen om zo te zeggen voor die mensen. En wanneer we zien van oké, je doet er niks aan, dan gaan we dan over. Maar eigenlijk hebben we eigenlijk de mogelijkheid al om het in te trekken. Want werd in jouw beschikking staat aangegeven wat je moest doen wanneer je beschikking in handen hebt gekregen. Maar we zijn solidair, dus we gaan ze weer oproepen en vragen dat ze zich houden aan de regels wat achter hun beschikking staat. En als dat niet gebeurt binnen een bepaalde tijd, dan worden ze wel ingetrokken en gegeven aan degene die het wel nodig hebben. Oké. En minister, voordat het parlement in reces ging, hadden we de discussies over de grondconversie. Ja. Voor veel mensen is het nog onduidelijk hoe het allemaal zal plaatsvinden, wat er allemaal moet gebeuren. Het is natuurlijk nog een discussie die gaande is, maar zou u ons kunnen vertellen wat het eigenlijk inhoudt? Of niet, u hoeft het natuurlijk niet in depth te vertellen, want we weten allemaal, het is een discussie. Er wordt in het parlement nog breedvoeriger over gesproken. Maar vanuit het ministerie, want natuurlijk moet het vanuit het ministerie iets in kaart worden gebracht. Het moet verder gaan. Waar komt het ministerie in? Of ben ik voorbarig? Niet te voorbarig. Het is zo dat de wet, het is een initiatiefwet geweest. Mm-hmm. Ik was toen de parlementariër samen met
collega toen de tijd Gayadin hebben we dan de wet ingediend. De wet is tijdens de voorbereidingen naar de openbare vergaderingen echt heel veel veranderd, waarbij er ook is komen kijken waar we over zullen gaan tot grondconversie, waarbij de burger die nu grondhuur hebben de mogelijkheid krijgen om hun grondhuur om te kopen tot eigendom. Maar de discussie is toen begonnen, toen een lid van de commissie aangaf van het zou goed zijn dat wij dan de landbouwgronden ook meenemen tot, als ik het goed heb, 5 hectare of 25 mm-hmm. hectare. En daar was het dan toen losgegaan. In de wet hebben we nog niet aangegeven welke gronden we welke gronden we eigenlijk de mogelijkheid gaan geven aan de burgers om te kopen. Dus daarmee zitten we nog. Okay. Het is nog niet zo ver. Er zijn verschillende voorstellen om alleen degene die hebben gekregen voor bewoning en bebouwing. Dan hoor je weer voor industriële doeleinden. Dan heb je weer een andere groep die zegt voor landbouwactiviteiten, maar dan tot 5 hectare. Dus de discussie is nog niet rond. En binnen de coalitie is er ook nog geen eenduidigheid hoe we eigenlijk welke gronden we eigenlijk zullen aangeven om te kopen tot eigendom. Dus de discussie is nog gaande, net als wat u aangeeft. Oké. Nee, dan weten we dat. Nou, dan heb ik eigenlijk alle vragen gesteld. Wat betreft de registratie, mag u nog een oproep doen naar de samenleving voor degenen die dat nog niet hebben gedaan? Van hieruit wil ik een oproep doen naar ieder boven 21 jaar. Als je nog niet in aanmerking bent gekomen voor een stukje grond of nog niet hebt, raad ik u aan om de website van gbbregistratie.sr te bezoeken en dan online te registreren. Ik zou ook vragen dat men zich niet dubbel registreert, dan is het gewoon extra veel werk voor ons in het systeem. Deze registratie wil nog niet zeggen dat je een aanvraag hebt gedaan, is slechts maar een registratie. Dus ik hoop dat dat heel duidelijk is. Ik hoop het ook. Ja. Hartelijk dank, minister, voor uw komst en bijdrage hier in MMANTEN TAKI. En een fijne dag verder. Dank u wel. Dat was minister Dinotha Vorswijk van GBB.